Ik was echt freaking ongesteld, hè? Ik was net gewoon echt freaking doorgelekt. Mag je hier naar binnen? Ergens heb ik af en toe toch nog mijn twijfel van, Mer, moet je wel gaan verhuizen? Je bent nogal oversext, jij. Nee, ik heb niet gemoeid om toch een pardon te zeggen. Wat doe je nou? Je hebt net je haar mooi gedaan. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Oké, ik heb net lekker mijn pannenkoekjes gegeten. Waren echt super lekker met Nutella. Zoals jullie al wisten, we kunnen Nutella verslaving. Maar ja, anyways, ik ga nu even snel met Nick naar de vloerenboer. Dit is wat je doet hier. Dat is beter. Naar de vloerenboer, want in mijn nieuwe huis wil ik heel graag gietvloeren hebben. Dus gaan we nu voor kijken en we hebben een offerte nodig. In verband met financiële zaken ga ik niet verder op in. Dat is een beetje boring. Dus daarom gaan we nu heel snel even kijken voor de vloeren. Hoe het gezet wordt. Ik wil sowieso geen hout meer. Vooral niet met de twee hondjes en de kindertjes. Weet je, dat wordt een beetje... Je moet het weer schuren. En ik heb deze vloer ook nog steeds niet geschuurd. Ik ben daar een beetje lazy in. En ik vind het ook een hele mooie, strakke look hebben. Dus ik moet even bijkomen. Ik heb net hondjes uitgelaten. Niet dat het zo zwaar is. Maar gewoon omdat ik gewoon, ja, gewoon. Ik ga geen smoesjes meer verzinnen. Het is gewoon zo'n dag. Ook echt grauwbaard. Ik snap het niet hoor. De jongens. Ik snap echt niet. De jongens. Echt serieus niet dat je van 30 graden naar dit kan gaan. In een dag. En je bent gisteravond ook geprikt door muggen. Ook dat nog. Drama. Jij, moppie. Can we see them? Jij. Laat je prachtige kopjes zien. Je bent zo mooi. Ja, je bent zo mooi. Oh, deze had ik trouwens bij Loods 5 gekocht voor Memphis' een nieuwe kamer. En nu staat hij gewoon even hier. Ik vond hem zo schattig. Memphis is echt helemaal weg van olifant. En toen zagen we die en dachten we, ja, die moeten we meenemen. Het is eigenlijk meer een krukje. Maar voor tv kijken zit hij meestal op dat krukje nu. Het is niet echt speelgoed. Speelgoed is meer decorating iets. Maar het is wel leuk. Oh, ik heb hier ook een kont. Nick? Ben you ready? Kom en zie. Niet dat ik zo goed Duits kan. Helemaal niet. De vloerbuur. Ik kan nu dus niet, dat is wel nadeel, ik kan dus niet mijn camera meer hier in de auto zetten. Wacht, ofwel. Nee, dat blijft niet staan. Shit, sorry. We have arrived. Volgens mij heb ik een vlekje op mijn ding. Deze ook niks. Het oog drukker, hè? Ik vind deze wel mooi. Mag je hier naar binnen? Ja, welke kleur doe je dan? Ik wil heel licht. Maar ze hebben ook wel een beetje tegen het... Dit is ook een mooi kleurtje. Helemaal wit, dat wordt wel een beetje steriel. We zullen het zien. Ik had even gedoucht en opgefrist. En we waren dus net bij die vloerboer geweest. En wauw, ik schrok nogal van de prijs. Jeetje. Ik ben daar nog helemaal beduust over. Dat ik denk... Oh my god. Dus ja, weet jij iemand die gietvloeren zet? Dan kom het even hieronder. Zodat ik even... Ik heb al echt een goed adresje. En dan vind ik het alsnog... Wow. Maar dat komt omdat we hebben een oud huis gekocht. En ja, wij zijn ook zo in principe als maar kan. En die herenhuizen hebben dus in plaats van een betonnen tussenverdieping. Dus als je hier kijkt, dit is beton. Hier. En die hebben dat van hout. Dus ja, dat is even andere koek als je dan de gietvloer wil leggen. Want dat gaat natuurlijk langs al dat hout. Dus dan moeten ze eerst nog een andere vloer erop leggen. En daarover kan pas de gietvloer. En die andere vloer leggen, nou dat was gewoon even 5000 euro duurder. What?
Ja, alsof het niks is, weet je, van... Whatever. Maar ja, keep on smiling. Dit wordt echt zoiets over een paar jaar dat je daar met kerst en een borrel met vrienden over kan lachen. Dat je denkt, ah, weet je nog. Ik vind het wel heel erg mooi, maar kan ik hier wat anders verzinnen om te doen? Zo gaat mijn brain dus de hele tijd. Die maakt overuren. Ik ben nu trouwens een programma op tv aan het kijken en... Nick vindt dat echt niks aan, maar ik ben helemaal verslaafd. Het gaat over huisjesmelkers op RTL 5. Dat is dit. Verslaafd aangeraakt, terwijl ik dat echt een programma vind dat ik denk van... Ik weet niet zo goed. Ja, dus ik dacht, ik ga een theetje nemen met honing. En dan lekker vroeg mijn bed inkruipen, want morgen heb ik ook weer een hele lange dag. Ik ga niet vertellen. Oh, lekker mijn neus ophalen zo. Voor die camera ook heerlijk. Ik ga nu in ieder geval editen, want ik kles weer heel veel door en het gaat helemaal nergens meer over. Dus let's start. Oh wacht, ik heb ook een lekker dekentje hier. Oh, zo lekker. Ik ben echt een koukleun. En daar hou ik dan van als ik dit gewoon allemaal bij de hand heb. Lekker met mijn dekentje en daar mijn thee. En hier mijn hond. Hi hond. Hallo. Liefie. En het is al niet echt ochtend meer, het is al wat later in de middag. Omdat net ons huis is getaxeerd en mensen kwamen langs om ons nieuwe huis te verbouwen en wat dingetjes te doen. Nou, afspraak mee, dus ik kon niet echt vloggen. Vandaag heb ik best wel veel dingen op mijn planning staan, want mijn schoonvader gaat van trouwen. Ja. Daarna gaan we uit eten met z'n allen en dan gaan we, ja, dat soort dingen. Allemaal leuke dingen. Dus ik ga me zo even aankleden en make-upje opdoen. Even mijn haar doen. Maar ja, vanochtend was wel heel interessant. Want we hadden een gesprek met de bouwbroers. Ik noem ze de bouwbroers. Ze zijn niet eens broers van elkaar. De bouwbroers. Om het een en ander even door te bespreken. Of wat veranderd moet worden. Wat aangepast moet worden in het huis. Want het is echt een kaskelhuis. Er staat helemaal niks in. Het is een oud herenhuis. Maar van binnen is het helemaal gerenoveerd. Maar voor de rest, dat is alles mee gezegd. We moeten alles nog zelf plaatsen. De badkamer, de keuken. Alles gewoon. Lawaai, want de airfryer staat daar aan. En die maakt nogal veel geluid. Hurt. De jongens zijn ook al thuis. Eentje tegen met zijn blauwe reet. Daar. Hey. Wat is er? Luilak. Ik heb geen luilak. Oh, ik ben vergeten je blouse te wassen. Memphis. Ja. Memphis. Ja. Memphis. Ja. Wat doe je dan? Zeg dan. Zeg dan. Zwijgplicht. Ik heb dus mijn make-up en alles even heel snel gedaan. Ik had echt maar een half uur de tijd. Ik wist ook echt niet wat ik aan moest doen. Ik zat echt de hele tijd mee. Maar uiteindelijk heb ik gewoon... Kijk. Dit. Een mom jeans met zwarte hakken. Dat is altijd safe voor mij, want anders... Ik ben het gewoon niet. En mijn haar is al 4 dagen oud en... Dat wil maar niet zitten. Ik zat nog te twijfelen, zou ik het wassen of niet? En ik dacht van, nee, ik ga het niet wassen, te veel tijd. Maar ja, even straks. Ik ga even ademhalen. Platske, platske, platske. Jullie moeten naar buiten. Ik moet ook naar buiten. Nee. Pardon? Nee, ik heb niet moeite om toch een pardon te zeggen. Oké, hier kun je even wat beter zien wat ik aan heb. Dus dat. Ik zal het denken om iets hoger te doen en dan mijn broek omhoog te trekken, maar... Ik weet niet, ik zie wel best wel veel buik. Ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Zover. Wat doe je nou? Je hebt net je haar mooi gedaan.
Ga je als Spider-Man naar de bruiloft? En dan moet je daarvoor gaan sparen. Hoeveel is hij? Oh, dat dacht ik al, ja. 700.000. What? Oh, nou, dan wordt even sparen. Mooi, hè? Even de was opvouwen voor mama en zo, weet je? Ja, krijg je 50 cent. And I love you today, Andy. Dat is wel heel schattig. Ze moet huilen. Ze laat een liedje met hem doen. Echt niet. Heel goed, Nick. Yay! Dit was een hele heftige, maar leuke avond. Ik ben nu echt kapot. Het is iets van 1 uur of zo. Ik ga nu echt fucking keihard slapen. Ik ben moe. Ik heb een schorre stem. Ik heb gelachen vanavond. Dat was echt gewoon fucking YOLO. Iets van 6 wijn of zo erachteraan gegooid. Ik heb net met de hondjes gelopen. En nu ga ik hun eten geven. En dan ga ik fucking naar bed. Zoals je ziet in mijn ogen ben ik er helemaal. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. En het was gisteren nogal laat geworden, dus ik lig hier chillings mijn video te editen. En ik ben ook mega ongesteld geworden, dus ik denk niet dat er vandaag echt heel veel iets... Ik heb ook niks op de planning meer staan dan alleen maar editen. Ik ga even rechtop zitten. Dan alleen maar editen en mijn thumbnail en zo doen. Dus het is wel echt een lekker dagje. Oh, mijn haar... Is wel echt lekker een dagje thuiswerken. Ik had gisteren echt iets te veel wijntjes gedronken. Ik heb best wel hoofdpijn. En ik heb denk ik 4 wijntjes gehad. Ik kan er echt zo niet tegen. Ik ben zo snel tipsy. Een beetje wild eraan toegegaan voor mij. Dus vandaag even lekker relaxed. Ik heb gewoon lekker mijn laptop hier op mijn schoot. Vea. Ik heb al mijn hele vlog geëdit. En het is echt een mega lange vlog geworden van 20 minuten. Omdat er heel veel dagen in elkaar werden gepropt en alles. Maar ik heb hem bijna af. Ik moet hem alleen nog even nalopen. En nog een intro en bla bla. Ik ga nu even eten. Want het is bijna 1 uur. Mijn maag gromt als een malle. En ik heb hoofdpijn, dus ik moet dat innemen dadelijk. Omdat ik Merilou dacht van lekker wijn, yummy, wijn. En nu heb ik hoofdpijn. Yippie. Maar ja, komt goed. I will survive. Ik denk dat het dit keer gewoon lekker simpel wordt. Een bruin bolletje met kaas. En het andere bruin bolletje met pindakaas of zo. Ik heb vandaag niet zoveel zin om heel uitgebreid dingen te gaan doen. Dus dat is wel fijn. Mijn eerste huis die ik ooit gekocht heb, ga ik verkopen. Vind ik ook spannend. Dus maar ja, komt allemaal goed. Sorry hoor. Ik ben echt nog gaar van gisteren. Het was zo laat geworden gisteren. Ik vind het nog goed dat mijn kinderen gewoon naar school zijn gegaan. Dat ze niet moe waren. Hij deed het niet. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en ik moest echt heel erg snel doen. Ik ben nu onderweg, want ik ga naar een woonwinkel. Ja, sanitair winkel meer. En nog een sanitair-achtig dingen. Ja, voor de badkamer en zo, sanitair. Ik weet even niet hoe het bedrijf heet. Maar ik wil heel graag mijn badkamer in ieder geval klaar hebben op tekening. En dan ga ik wel kijken wat ik daarna allemaal ga doen. Qua tegels en weet ik veel wat. Maar ik ga nu eerst daar naartoe en ik moet er 10 uur zijn. En het is nu 9:55 en het is in Zaandam, dus dat ga ik nooit redden. Dus ik ben sowieso al laat. Can you open the car, my dear? Huh? Open the car. Oh. Het wordt zoals gewoonlijk weer haasten voor mij. Yay! Mooi. Huh? Ja? Oh ja. Nou, dat hoeven we niet meer, hè? Even kijken. Best wel leuke dingen, inspiratiedingen opgedaan. Alleen nu ben ik weer in twijfel gebracht. Ik zit voor mijn keuken te kijken en ik dacht ik wil dat Phoenix. Dat is dat, nou ik weet niet precies hoe ik moet uitleggen wat het is. Maar nu schijnt, bij de ene keukenboer zeiden ze van ja dat is heel goed. Dat is ook tegen krassen en alles. En bij de andere keukenboer zeggen ze weer van ja dat zou ik beter maar niet nemen want het krast heel erg. Dus ja, ik wil heel graag Phoenix mat zwart. Keuken gewoon helemaal in het mat zwart. Zonder printje of dingetje. Ik wil het zo minimalistisch mogelijk. En ja, nu hoor ik dus
Dat de een zegt dat het wel een goed spul is en de ander zegt dat het echt geen goed spul is. Dus ik weet het nu even niet. Nu ben ik weer in twijfel gebanden. Dacht ik van, anders zoek ik een mat zwarte keuken met een betonnen aanrechtblad. Dat vond ik ook wel cool. Maar ja, ik moet maar even kijken. Ik ben in ieder geval echt freaking ongesteld, hè. Ik was net gewoon echt freaking doorgelekt. What? Echt, ik snap niet dat er zoveel bloed uit dat ding kan komen. Ik zweer het je. Dus nu, ook nog zo stom. Ik ben denk ik de enige vrouw in deze hele wereld die weet wanneer ze ongesteld wordt. En dan geen maandverband of tampons in huis heeft. Dus nu ga ik naar de winkel om alleen motherfucking tampons en maandverband te kopen. Want die had ik niet meer. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag en wij gaan het hele weekend het huis opruimen, schoonmaken. Want maandag worden er foto's gemaakt van ons huis voor de verkoop. Ik vind het echt super spannend. Ergens heb ik af en toe toch nog mijn twijfel van, Mer, moet je wel gaan verhuizen? Wat doe je? Maar... Ja, ik weet niet. Ik ben altijd wel een twijfelaar geweest. Ik vind het altijd heel lastig om keuzes te maken. Dus ik altijd leer van, ja, je moet gewoon een keuze maken en klaar, stick with it. Ik vind het heel lastig, want in mijn hersenen komen dan allemaal weer van die scenario's voorbij. Dat je denkt van, ja, maar je hebt het thuis. En het is je eerste koopwoning, weet je, bla bla bla. En ja, dat gaat gewoon in mijn hoofd om. Sticking to the plan, ik kan nog niet meer terug, want ik heb al koopcontract getekend. Dagen bedenktijd en die zijn er dus nu al lang voorbij, dus ik moet gewoon doorgaan. En ik wil ook gewoon doorgaan. Want ik heb echt allemaal zulke vette plannen qua inrichting. Ja, althans, ik vind ze vet. Vandaag gaan we dus eerst alles hier opruimen. En er moet echt een heleboel shit opruimen. Allemaal oude spullen moeten weg. Moeten in dozen. Moeten even weg. Want de foto's moeten echt spik en span eruit zien. Dus ja, ik ga nu officieel echt beginnen met de verkoop van mijn huis. En ik vind het echt super, echt super spannend. Eigenlijk, het traject gaat snel, maar tegelijkertijd ook heel erg langzaam. Want we gaan pas in januari krijgen we de sleutel. Dus dat is echt mega lang. Ik had echt super erg gehoopt dat ik kerst kon vieren in mijn nieuw huis. Maar dat kan helaas niet. Ik heb ook echt een waslijst. Ik zal het zo even laten zien aan dingen die ik in mijn huis wil. En we hebben een budget. En ik denk dat ik al over dat budget heen ben. Nick is van de budgettering en ik ben van de inspiratie en alles maar doen. Dus wat ik allemaal wil is best veel. Er zijn wel een paar dingen die ik echt wil. Zoals een houtkachel. Heel graag. Waarom? Omdat ik heb het altijd koud. Ik ben echt de meest erge koukleun ever. Zelfs als het 20 graden buiten is, heb ik het koud. Zo snel koud. Ik ben nu eerst eigen huis en tuin aan het kijken. Want daar ben ik de laatste tijd heel erg verslaafd aan. Dus ik kan zoveel inspiratiedingen bij hun opdoen. Dus ja, I love eigen huis tuin. En ik zag net dat er weer nieuwe afleveringen waren. Dus ik ben helemaal happy. En vis! Oh, sorry, je bent aan het spelen. Ja. Oké, draakje. Nou, mijn plannen zijn weer gewijzigd. Ik ga dus niet opruimen vandaag, want ik heb echt mega pijn in mijn buik. Mega krampen van die ongesteldheid. Dus ik dacht, nou, dat is niet echt een goede dag. Ik ben nog wel een afspraak staan bij de IKEA en ik ga nu even een Aleve of Feminax innemen. En dan hoop ik dat het daar wat zakt. Het is vreselijk. Feminax. Ja. Oké, laat je ook zien hoe rood het is. Nee, dat nog net niet. Even aan de kant. Oh. Ik moet mijn Feminax, of Aleve Feminax. Ik sloop helemaal niks, joh. Haal het er vast uit. Ik ga even op kamertemperatuur komen. Oh ja, dat is dat. Ja, hij is weg. Je moet meer slikken. Viezerik. Jij bent pas een viezerik. Jij denkt meteen daaraan. Jij zegt je moet meer slikken. Ja, water. Je bent nogal oversext, jij. Yeah, right. Oh, dus hoe laat moeten we naar de IKEA? 6 uur. Oh, vanavond pas? Ja. Oh, maar dan moeten we morgen dan opruimen, hè? Maar denk je echt dat we dat in één dag halen of zullen we het toch nu alvast beginnen? Ik ga lekker een tukje doen morgen. Nou, dag.
Iedereen is het huis uit. Nick is gaan voetballen. Alessio is meegaan naar voetbal, want hij gaat daar meestal ook voetballen. En Memphis is met mijn schoonmoeder mee gaan fietsen vandaag de hele middag. Dus het komt eigenlijk wel goed uit, want ik heb echt heel erg pijn in mijn buik. Die Feminax heeft me niet geholpen. Ik heb nog steeds krampen en het gutst er echt uit. Het is echt niet normaal. Ik kan daar gewoon aan het infuusen wat. Zo voel ik me. Beetje duffen, een beetje sloom en energieloos en ugh. En nu zadel ik jullie op met dit soort informatie. Dat wil je helemaal niet weten natuurlijk. Dat denk ik, kan mij dat even boeien die ongesteld zijn. Shit. En I hate it. Daar komt het eigenlijk op neer. Nems. Die ga ik allemaal opeten. Voornamelijk zwarte kleren aangedaan. Omdat ik echt super, je weet wat heb ik net al uitgelegd. Maar ik ga toch even naar Ikea. Want ik wil toch nog wel eventjes dingetjes bij elkaar zoeken en zo. En even wat inspiratie doen. En we hebben ook een gesprek ingepland. Dus ik wil daar wel aan bezig zijn. Mijn oog doet een beetje pijn. Maar hij is niet rood of zo, maar hij pikt een beetje. Bij de t-shirt aan met zo'n glitter broek. En dan doe ik hieronder een soort van kisten onderaan. Dat vind ik wel leuk. Zo. Ik heb eigenlijk geen idee hoe laat Nick terug is. Oh, je ziet me nu helemaal niet. Ik moet echt achteruit lopen. Ik ben wel helemaal aangekleed en al. Ik weet alleen dat we volgens mij om 6 uur een afspraak hadden, maar... Hij doet nu. Mijn bril is... Mijn bril zit volgens mij een beetje scheef. Nee, je camera is scheef. Nee, dat kan niet. Goedkoop ding. Ah, gaat hij dat zeggen? Nou, daar zitten we dan. De keukenplannen. Hoi! Ja. Een hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en ik ga vandaag schoonmaken. Want morgen komen ze foto's maken en ik kijk net rond en ik heb best wel veel crappy things to do. Live. Zo, hallo. Goedemorgen. Ik rook niet trouwens hoor. Dus ja, laat ik maar beginnen gewoon met de kleine dingetjes. Ik heb even snel gewoon een hele simpele trui aangetrokken. Mijn legging, want dat is echt mijn go-to schoonmaak outfit. Het zit gewoon lekker wijd. Het ziet er niet uit, het lijkt net grandma pants, maar it works for me, babe. And what works, works. Hé? Ja toch? Jij, ga jij helpen vandaag? Alessia's tante is gisteren uitgegaan, kijk. Dit. Hoe schattig, hè? Helemaal afgepakt. Maar Alessia zegt dat hij je gaat helpen, hij gaat het voor je halen. Zijn die wel? Dit nu even laten. Auw, weken. Want het is echt een plaksel, jongen. Dat is niet normaal. Het komt van hieronder. Ja, laat ik dat nou niet echt vaak schoonmaken of zo. Nou ja, we shall see. Ik ga nu in ieder geval dit schoonmaken. Je mag wel weer lekker een gloortje overheen. Helemaal clean. Zo, dat was alweer het einde van mijn weekvlog. Vond je het een leuke weekvlog? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te doen en te abonneren. Dat doe je door ergens hier beneden te klikken. Dank voor het kijken en ik hoop dat je het een leuke vlog vond. En ik zie jullie volgende week vrijdag weer om 4 uur bij een nieuwe vlog. En dat was het. Doei doeg! I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't quit.